Ik heb meer dan 500 openers, kleren, flessen, glazen, pullen, ja, van alles wat. Ja, hier ben jij het meest trots op, hè, Wesley? Ja, heel. Ja. Ik vind de stik mooie openers, allemaal verschillende. Heel oud en nieuw. Meer dan 500. Hoe kom je daar allemaal aan? Waar komen ze allemaal vandaan? Marktplaats, bij de Heineken zelf, kringloopwinkels, overal kijken. En Bavaria of Jupiler of andere merken, dat komt er bij jou niet in? Nee, ik hou daar niet van. Nee? Nee. Toch een beetje bezig blijven, hè? Trots op hem? Ja, heel trots. Ja, ja. Ja. Dat maakt een zet voor. Hè? Ja, nou is de aanleiding eigenlijk ook niet zo heel leuk, want hij had iets vervelends meegemaakt. Ja, hij had een zwaar auto-ongeluk gehad. Hij is 20 jaar geworden in het ziekenhuis. En na de tweede dag begon hij zo te veranderen dat de stekker uit zou trekken. Maar na 14 dagen gewacht, toen kwam hij uit coma. En verlievelee is hij een beetje, ja, is hij bovenop gekomen. Dat meen je niet? Ja. Wat doet dat met een vader om je zoon dan zo te zien vechten? Ik zeg nou, als dit verkeerd afloopt, dan doe ik nooit niks meer. Dan zou ik niet, nee, ik zou het niet meer weten. Maar in ieder geval, hij is er gelukkig nog en dat is voornaamste.